Goedemorgen, u kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er liggen dikke wolken voor ons klaar ten westen en ten noorden van ons land, en die trekken geleidelijk aan het hele land binnen. In de ochtend, misschien nog een klein zonnetje in het zuidoosten, maar ook daar raakt het bewolkt en het gaat geregeld regenen. Vanochtend, temperaturen van een graad of 9. Het lijkt erop dat die temperatuur vanmiddag eerder wat daalt dan dat er wat bij komt, want vanmiddag doen we het met een graad of 8. In het uiterste noorden van het land wordt het langzaam maar zeker wat droog, dan denk ik aan de Waddeneilanden. Verder blijft het regenachtig. Wind neemt tijdelijk wel wat af en wordt dan vrij krachtig langs de kust. Vanavond vallen er nog een paar buien, geleidelijk klaart het af en toe wat op. En dan liggen de temperaturen tussen 4 en 6 graden. Morgen, een tamelijk frisse dag met buiig weer. En die buien zouden wel eens een winters karakter kunnen hebben, met hagel of natte sneeuw. En er kan ook onweer bij optreden. Tussendoor een klein beetje zon, 5 of 6 graden maximaal. En opnieuw een stevige wind. Donderdagochtend kan het weer stormen langs de kust. Daarna nog altijd een stormachtige windkracht. 8 uit het zuiden, regenachtig en 8 graden. Vrijdag gaat de temperatuur wat omlaag. Net als zaterdag, dan wordt het 4 graden. De wind neemt wat af en er komt wat meer ruimte voor de zon. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.